4-0, clean sheet, niet veel moeten doen. Ja, de spelers hebben mijn middagavond goed gemaakt. Ja. FC Dordrecht heeft een zorgeloze zondag beleefd in de keukenkampioen divisie. Op eigen veld werd Helmond Sport met liefst 4-0 verslagen. En daardoor vindt de ploeg van trainer Melvin Boel weer de aansluiting met de top in de keukenkampioen divisie. Nou, ik heb vandaag gewoon genoten van hoe jongens met elkaar goals maken. Want over het algemeen waren het alleen maar teamdoelpunten. En dat vind ik mooi om te zien. Want Helmond Sport, het leek ook wel alsof ze zich er niet op hadden gerekend of zo. Hè? Nou, maar ik denk als je een team hebt wat continu zo druk zet als wij, dan is het ook wel heel moeilijk om daar onderuit te spelen. En als je dan ook nog scherp en agressief bent op de tweede bal, met Liam Dossin, dat een uitstekende keeper is, die ook een bepaalde rust uitstraalt, ja, dan hebben we het vandaag gewoon heel goed gedaan. Maar wij moeten zorgen dat dit de standaard wordt. Nee, zeker niet. Ik denk dat we waren echt overal beter. Elke eerste bal, tweede bal, duel. We hebben gewoon getoond dat we kunnen van iedereen winnen, want Helmond was koploper. En ja, we zijn ook in de buurt nu. Blijven in de buurt. Door de overwinning mag FC Dordrecht nu echt zeggen dat het al een jaar geen enkel regulier competitieduel meer verloren heeft in eigen stadion. Een bijzondere mijlpaal dus voor de club. Dat daarmee de transformatie in de afgelopen jaren bewijst. Het wordt echt veel, veel beter. Zoals ik zei, ik heb nu meer punten, we hebben nu meer punten dan ik had 3 of 4 jaar geleden op één seizoen. Dus voor mij voelt het ook een beetje apart, want ik heb echt hier ook alles gezien, alles meegemaakt. En dit zijn mooie momenten, mooie wedstrijd, daarvoor speel je ook voetbal. En ja, we blijven gewoon in de buurt van de koplopers. En hopelijk aan het eind van het seizoen play-off spelen. Of? Ja, gewoon. Ja, je weet nooit, hè, promotie. Maar we hebben getoond dat we kunnen van iedereen winnen. En in deze competitie weet je ook nooit. Dus, maar ja, als we promoveren moet ik wel een nieuw contract krijgen. Want, De volgende competitiewedstrijd van FC Dordrecht is pas op vrijdag 23 november uit bij MVV. Want eerst staat er weer een interlandbreak op de planning. Ga je weer met een goed gevoel de interlandbreak in? Ja, precies. Ik zei net al gekscherend. Sommigen willen minder interlandperiodes. Voor mij mogen er wel 3 interlandperiodes bij. Want iedere keer als het interland is, dan halen wij de volledige punten. Dus dat is goed om te zien.